Nou, aan arbeid, hè? Zo, eindelijk rust. Oh, mijn kleinkinderen hadden wat zaadjes van meloenen en zo. En toen dachten ze, dat werd een meloen, maar dat is een aubergine. Maar hij is van reuzenformaat. Dan lijkt hij niet meer lekker te wezen. Deze schuur is in de tijd gebouwd als een vosvrije bewaarplaats voor pootaardappelen. En toen we geen landbouw meer hadden, alleen veeboer waren, bewaarden we daar de hooibalen in. En hier zaten die ventilators. Even kijken hoor. Ja, Joodlandelijk, oftewel de familie De Vries, heeft het gekocht om daar een winkel in te beginnen. Een winkel in Curiosa. He, hoe heet het nog meer? Oude spullen. En hier waren dus de hokken waar die aardappelen in gestort werden. En later dus de hooibalen. Het was toch niks, sinds mijn man er niet meer is, was het een schuur en je doet er niks mee. En toen kwam Ingmar om vragen of hij hier een box mocht gebruiken. Nou ja, waarom niet? En zo werden twee boxen, werden drie boxen. Ja, tot hij nou de hele schuur heeft. En het hele huis erbij. Tenminste, als hij het betaald hebt. Het zou volgend jaar 60 jaar getrouwd zijn geweest. 60 jaar terug, dus ben ik nu nog 59,5. En in de Bennemeer woon ik nou van mijn 7e jaar af. Dat is ongeveer 74 jaar. Dus ik ben wel verknocht in de Bennemeer, hoor. Dit was de koeschuur. Toen wij hier kwamen, stond daar een schuur, zo recht tegenover die achterdeur. Maar ja, die viel in elkaar van broederigheid. Dus toen is er een nieuwe schuur gebouwd. En we hadden ook koestallen in huis. Maar ja, het was een hele kleine behuizing. Dus dat hadden we wel nodig voor een wc, een douche en nog een slaapkamer. Dus toen is deze gebouwd. Dat zijn de koeien van Piet Ham. En het land hier achter dat hek, dat is dus ook van Piet Ham. Nu, het was wel van ons, maar dat heeft Piet Ham gekocht. Ik meen dat hier in de Bennemeer, en dat is dus het poldertje, 16 huizen staan. En er waren er zeker 13 van boer. En nu nummer 1. En dat is in het dorp precies hetzelfde. Hoeveel boeren zouden er nog wezen? Stukken 5? Van? Nou, misschien wel 30. Misschien wel meer. Het zijn geen boerderijen meer, omdat er veel te veel eisen zijn. En ik geloof wel dat de mensen net evenveel melk drinken en net evenveel boter en kaas hebben, maar de eisen zijn zo verschrikkelijk groot, dat kunnen ze niet meer opbrengen. En dan moet je weer lenen van de bank. Ja, dan moet je weer een koe meer melken. En dat mag weer niet, want je mag niet meer melk leveren dan zoveel. Piet Ham heeft wel melk in de sloot laten lopen vorige winter. Dat is toch zonde? Het is geen boerendorp meer. Er wonen erg van mensen die uit de stad vandaan komen en het ons allemaal wel laten weten hoe het moet. Wij hadden 3 kinderen. 3 kinderen. En als je nagaat, er is een kamer was er van 4x4. Een slaapkamertje van 2x4. En wat nou onze keuken is, dat was de inhoek van de koegang. En daar leefden ze in. En die mensen voor ons die het hebben gezet, die hadden toch 4, 5 kinderen. Dat was de opa en oma van Piet C. onze slager. Die hebben het gezet. Maar ja. Er was een bedstee, 2 bedsteden in de kamer, een bedstee in het slaapkamertje, een bedstee hier in de koegang. En zo sliep je toch. Hier stonden koeien. Hier en hier ook. Hier zijn nog stallen, dus dat kun je nog zien. Hier stonden, maar ja, er is nou een wc en een douche en een slaapkamertje. Dat heb je nodig. En dit is een wegzet. Er staan er dozen die verhuisd moeten worden. Dit is dus de keuken, maar die was er vroeger niet. Het was een gedeelte van de koegang.
En daar zat men dan, in de warmte van het vee. Oh ja, dat is toch wat? Stinken natuurlijk. Maar ja, goed, toen wij trouwden is hier een keuken gemaakt. Er is een stuk van een koestal afgenomen, dat die even groter werd. Dus dit is dan ook al 59 jaar oud. Maar ja, er zijn gelukkig timmerluizen en er kan alles veranderd worden. Vroeger kreeg je wel eens geld als je je huis verbeterde, maar voor ons was net altijd de pot leeg. Dat heet dan wel eens, maar ja, daar kan je ook niks aan doen. Met z'n vijven, we hadden drie kinderen. Twee dochters en de laatste was een jongen. Ja, dat was eigenlijk erg gelukkig. Want mijn schoonvader, die waren in de familie met allemaal jongens. En die jongens kregen allemaal meiden. En behalve onze zoon dan, dat was de eerste schagen die weer geboren werd. Die zijn het huis uit, ja. Mijn oudste dochter is van 1950, dus dan kun je wel nagaan. En die andere van 53 en een zoon van 57. En ik heb al vier achterkleinkinderen. Dus ik zit er goed in. Als er iemand, ja, als ik jarig ben, dan is het feest. Dan komen ze allemaal. Oké. Ja. Hier. Dit was, ja, je kunt het niet zien, dit was een wentel. Als je geploegd had of als je voordat je wilde zaaien, werd het land gewenteld, dat de kluiten mooi plat werden. En die lag nog in die schuur. En die heeft hij hierin gedaan. Nou, dit waren onze aardbeien. Zegt jullie vanzelf niks, nou jou misschien wel. Maar ze zijn donkerrood, ze hebben de kleur van een framboos en ze zijn lekker zoet. Dit zijn de courgetten. Toen ik 7 was, toen kwamen we daar wonen. Opa was overleden. En opo ging naar een, ja, het was toen ook een bejaardenhuisje in Twisk. En toen zijn wij er komen wonen. Dus toen ik getrouwd ben ik een huisje verder gegaan. Ik ben in Twisk geboren en nu ga ik in Ammerkerk wonen. Dat is toch verschrikkelijk? Dat val je gewoon van je geloven. Deze kronkel wil ik, ja, dat is ook. Je hebt de kleinkinderen als een tak geplant. En moet je zien wat het nou voor boom geworden is. Ik kom dus in een hoekwoning gelukkig. Dus ik heb maar aan één kant een buur. En dat is geluk hebben hoor. Want als ik wel links en rechts buren had gehad, had ik het ook wel gedaan. Maar dit is meegenomen. Dit is mijn plek. En ik zou er liever doodgaan. Maar ja, je gaat niet dood wanneer je wil. Ik ben er niet geboren, maar wel getogen. En ik ben eerst lopende naar school. Dat moest wel, want ik had nog geen fiets. Vader en moeder waren ook arm. Hadden dit ook moeten kopen van opa en opoe. En lopende naar school. En dan onder de middag toch weer naar huis. En dan weer naar school. Ja. Later had ik een fiets. En toen moest mijn broertje achterop.